In de populaire RTL4-show B&B Vol Liefde bevinden zich dit seizoen opvallend excentrieke deelnemers, waaronder de 27-jarige Joy van Swieten, die op zijn bed and breakfast genaamd Mount Joy gasten ontvangt. Joy wordt regelmatig gefilmd terwijl hij ontspannen op een nogal vieze buitenbank zit, waar een behaarde hond ook graag op kruipt. Recentelijk heeft Patty Bart in Shownieuws haar afkeuring uitgesproken over Joy's gebrek aan netheid. Ze liet weten dat ze het moeilijk vindt om naar te kijken en spoorde hem aan om de boel eens grondig schoon te maken. Andere deskundigen aan de tafel gaven aan dat ze liever een weekje vakantie zouden boeken bij de deelnemers Debbie en Marjan, vanwege hun beter onderhouden accommodaties. Het lijkt erop dat Joy's B&B niet erg in trek is, want Eline de Ruig merkte op dat er nog voldoende beschikbaarheid is als je jouw purpose wilt vinden op Mountain Joy. Patty en haar collega's leken echter niet geïnteresseerd in een verblijf daar. Joy heeft wel een opmerkelijke zet gedaan door een B&B-cursus te ontwikkelen, waarin hij tips geeft om een succesvolle bed and breakfast te runnen. Hij biedt momenteel een flinke korting aan voor degenen die zich nu inschrijven voor zijn cursus. Of er daadwerkelijk mensen zijn die hiervoor willen betalen, is nog maar de vraag. Ondertussen heeft René Mioch als enige aan de tafel nog niet gekeken naar B&B Vol Liefde. Hij gaf aan dat hij druk bezig was met andere programma's, maar erkende wel dat de show enorm populair is en overal wordt besproken. Tot slot wees Eline de Ruig op het hoge prijskaartje van een overnachting in de B&B van kandidaat Marjan. Voor een nachtje moet je maar liefst €650 neerleggen. Patty complimenteerde Marjan voor haar slimme zet, omdat ze naast haar B&B ook nog een makelaardij heeft, wat zeker de aandacht zal trekken door haar deelname aan het programma.